ervaar mijn benoeming tot president van het Hof geenszins als een gunst of verworvenheid. Het is een plicht en een verantwoordelijkheid om een goed georganiseerde rechtspraak te hebben met een redelijke snelheid van procederen en beslissingen nemen. Dit zei Hofpresident Iwan Rasulbaks vandaag na zijn installatie. Een week eerder werd hij samen met andere leden van het Hof beëdigd. Volgens Rasulbaks is het van belang dat het vertrouwen in de rechtsstatelijke staatsmacht verder worden ontwikkeld en in stand worden gehouden. Voorzitter, inzicht leert dat met de groei van rechtszaken en met deze en komende uitbreiding van de capaciteit, de wettelijke macht organisatorisch niet zal kunnen verblijven volstaan met maar één vicepresident. In het kader van de zelfstandigheid van de rechtelijke macht, zal er in elke sector, strafsector, civiele sector, in de sector bestuursrecht, een vicepresident dienst moeten doen en bestuurlijk leiding geven aan die sector voor een gestroomlijnde invoer, doorloop en opvoed van zaken. Aan de nieuwbakken rechters gaf de hofpresident mee dat de rechtspraak geen ivoren toren kent. Hij voerde aan dat vrouwen justitia slechts oog heeft voor de feiten. Rasulbaks deed een oproep door te stellen dat de rechters tot op een zekere hoogte een beetje diplomaat, antropoloog, socioloog en psycholoog moeten zijn en de pragmaticus en mediator in zich moeten ontwikkelen. Wanneer u als onderzoek u dat solitair en eenzaamheid probeert te vervaren van de vonnis, wees een analyticus en een judexiator van de hoogste orde. Steeds op zoek naar het recht en de gerechtigheid in een concrete zaak. Wees in die hele goede ogen aan mens, want dat bent u. Realiseer u zich dat met dezelfde maat waarmee u mee, u ook de meester zal worden. Pas u daarbij het adagio goed toe. Wordt u hier in reeds wat u hier in moet doen. Tegen het is, wees krachtig in optreden, doch bedachtzaam in de wezen waarom.